Focus op de stand van zaken. President Chandrika Prasad Santokhi arriveert in Suriname na vruchtbare Agri-Investment Forum en Expo de Second de Trinidad en Tobago. Van 18 tot en met 20 augustus heeft een presidentiële delegatie een bezoek afgelegd aan Trinidad en Tobago. Met de nadruk op Agri-Invest Forum en Expo 2 in Port of Spain is deze delegatie hier aanwezig. Het leek ons goed om u een rondom te geven van de activiteiten die zijn ontplooid door deze delegatie waarbij president Chandrika Prasad Santokhi aan de leiding was. Verder waren aanwezig de minister van LVV, maar ook de minister van Buitenlandse Zaken. Het eerste dat op agenda stond van president Chandrika Prasad Santokhi was een meeting met CPSO, dat is de CARICOM Private Sector Organization, waarbij de president heeft aangezeten en er topics zijn besproken die ervoor moeten zorgen dat hetgeen waarin onze president gelooft en wat hij uitzet met deze regering, dat is dus private-public partnership, dat datgene daadwerkelijk tot uiting komt. Vanuit de private sector in het Caribisch gebied zijn er drie zaken geweest die met nadruk besproken moeten worden. Nou, als eerste heeft de heer Antoine aangegeven dat Suriname kan rekenen op onherroepelijke steun vanuit de Caribische private sector. Dat was belangrijk en doorslaggevend om aan te geven dat niet alleen tijdens het aanzitten van de president als CARICOM-voorzitter, maar ook daarna de Caribische private sector ready is om Suriname te ondersteunen. Er is specifieke aandacht gevraagd voor agrocultuur en alle andere zaken die in orde gemaakt moeten worden, zodat specifieke branches toch wel aan het floreren gaan en dat de basis gezet kan worden voor verder te nemen stappen om te leiden tot ondernemingen. Het beleid rondom de import van diverse producten, in het bijzonder de tabakindustrie, dat is ook wel besproken. Het mag goed zijn om u te vertellen dat deze meeting in goede aarde is geland, want gelijk aan het einde van deze meeting is er een uitnodiging geweest en de Caribische private sector komt naar Suriname. Het is ook goed om u te vertellen dat het bankwezen reeds gereed staat en dat onder andere vanuit het Caribisch gebied 100 miljoen gereed staat om aangewend te worden voor investeringen in agrocultuur, onder andere in Suriname. De private sector die ervoor moet zorgen dat vanuit de ondernemers er stappen worden ondernomen, die komt dus binnen afzienbare tijd in Suriname. Verder leek het ons handig om u te vermelden dat president Santokhi een rondleiding heeft gehad in Novo Farms in Trinidad en Tobago. Hierbij werd de nadruk gelegd op het stukje technologische ondersteuning samen met het stukje landbouw. Als die twee gecombineerd worden, kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen maar de productiviteit toeneemt en de efficiëntie, maar ook de kostprijs gaat dalen en er toch wel een meerwaarde gebracht kan worden aan dit product. Bij de diverse meetings zijn heel veel zaken besproken, onder andere het logistieke, omdat logistiek toch wel een heet hangijzer is en zorgt ervoor dat het een extra component toevoegt aan de prijs van de producten die worden verbouwd en uiteindelijk aan de man worden gebracht. Dus al deze omstandigheden zijn bekeken en er is ook gekeken naar tastbare resultaten om ervoor te zorgen dat producten die in Suriname, maar ook in de rest van de CARICOM verbouwd zullen worden, dat ook naar de rest van de CARICOM verscheept zullen worden. Bij de opening van dit forum is er door diverse sprekers gewezen op het belang van planten wat je eet en eten wat je plant. Er zijn ook andere belangrijke zaken ter sprake gekomen, zoals de manier waarop we in het Caribisch gebied eten. Het feit dat we bij de verschillende maaltijden die wij bereiden niet altijd letten op de hoeveelheid calorieën, toch? Wanneer we die lekkere bami eten, die lekkere bruine bonen, die chow mein, dat we toch niet letten op de voedingswaarde, alleen maar ook hoeveel calorieën we tot ons nemen. Dus dat was ook een heet hangijzer, waarbij erop is gewezen dat wij vanuit het Caribisch gebied zeker zullen moeten letten op niet alleen de voedingswaarde, maar vooral ook de niet overdraagbare aandoeningen. We weten dat hart- en vaatziekten
de doodsoorzaak nummer 1 zijn in Suriname. Dus tijd om extra te letten op wat we eten, maar ook op de labeling van de producten die we eten, dat dat toch ook wel daarbij vermeld wordt. Daarnaast heeft president Santokki een rondleiding gekregen bij National Energy. Dat is het energiebedrijf in Trinidad en Tobago. Pretty much net als onze EBS, maar dan verrijkt met andere bronnen van energie. We moeten weten dat Trinidad en Tobago reeds daar is, waarbij zij gebruik maken van offshore olie en gas. En er is van gedachte gewisseld met Suriname en Guyana om te komen tot een overleg waarbij de gasvoorraden die beschikbaar zijn voor Suriname, maar ook de gasvoorraden die beschikbaar zijn voor Guyana, aangewend worden op een dusdanige manier dat ze van de hoogste waarde zijn voor de diverse volken. Er is gedacht aan versneld gas aan land brengen. Er is gesproken over gas aan land brengen in Suriname, wat dat zou betekenen voor de energievoorziening. U weet dat de Surinaamse president al heeft aangegeven dat Suriname een belangrijke rol kan spelen bij het concept wat wordt genoemd Arche Norte, om Brazilië, Venezuela en andere vaste land binnen Zuid-Amerika te voorzien van energie. Maar hier is de tip ook wel gegeven om niet alleen te kijken naar wat gas kan betekenen in de energievoorziening, maar ook wel wat gas kan betekenen bij de export, dus de directe verkoop van gas. Daarover is er ook van gedachten gewisseld. Suriname heeft altijd al gezegd dat alle bronnen die nu worden aangeboord voor energie, als het ware zo gauw als mogelijk moeten leiden tot het transitie klaarmaken van Suriname om te gaan van fossiele brandstof en andere soorten van brandstof naar groene energie. Trinidad en Tobago heeft ook wel aangeboden om versneld hiernaar te kijken, zodat en Suriname en Guyana in steden van het traject dat zij hebben afgelegd van bijkans 40 jaar, dat we het traject binnen minder dan 20 jaar kunnen afleggen om te gaan naar groene energie. Verder is ook gekeken naar het toepassen van wat wij bij de agro-industrie hebben, naar de voordelen die Suriname heeft, zoals vruchtbare grond, maar ook kennis. Hoe passen we die kennis toe om ervoor te zorgen dat die vruchtbare grond de hoogste waarde aflevert? Verder is het goed om na te denken wat wij planten en daarna goed om na te denken wat gedistribueerd wordt, maar vooral waar het uiteindelijk naartoe gaat. Er is ook gevraagd om te kijken naar de wetgeving in de diverse landen. En hetgeen dat president Santokki vaker zegt, dat is dat uiteindelijk de uitvoering bij ambtenaren ligt. Dat er ook daarnaar gekeken wordt. We weten dat we in Suriname werken aan een hogere realisatiegraad vanuit het ambtenarenapparaat. En dat dat toch wel heel veel te maken heeft met hoe goed dit traject tot uitvoering zal komen. Regelgeving aan de ene kant, maar ook wel wetgeving en implementatie, CARICOM breed, is ter sprake gekomen. Wat ook ter sprake is gekomen, is dat de CARICOM heel veel te bieden heeft, maar dat gekeken moet worden wie wat kan doen, waar het naartoe zal gaan, de logistieke uitdagingen, wie het zal brengen. En ook is gekeken naar factor import. Als CARICOM landen importeren we heel veel. Maar het is goed om te kijken naar wat wij zelf produceren en om te kijken naar wat wij vanuit CARICOM lidlanden zouden kunnen importeren. Daarbij is een beroep gedaan om te kijken naar de distributeurs. De distributeurs en importeurs die nu vanuit andere delen van de wereld importeren, hoeven niet broedeloos gemaakt te worden. CARICOM stelt dat in steden van importeren van onder andere Europa, dat gekeken kan worden naar import vanuit de CARICOM zelf. Zodat iedereen blijft verdienen, maar echter anders ingezet wordt, zodat we gaan naar verhoogde inzet van de effectiviteit van wat CARICOM ons allemaal te bieden heeft. Er is geweest een ribbon-cutting ceremonie waarbij de expo die gekoppeld was aan dit Agri-Invest Forum, waarbij de expo geopend is geworden. Daarbij heeft de president ook een rondleiding gekregen. Diverse landen waren daar vertegenwoordigd. De productiebedrijven waren daarbij vertegenwoordigd. En het was toch wel mooi om te zien hoeveel we zelf verbouwen hier in CARICOM en hoeveel van hetgeen dat wij zelf verbouwen hier ook gedistribueerd kan worden en zelf gebruikt kan worden.
het is tijd, als iets doorslaggevend was, is het feit dat het tijd is dat Suriname gaat kijken naar niet alleen de markt van Suriname, maar dat Suriname gaat kijken naar de kolossale markt die CARICOM heeft, naar de legio investeringsmogelijkheden die er vanuit CARICOM zijn, maar ook naar de tastbare dingen die gelijk gedaan kunnen worden, zodat Suriname de voedselschuur kan worden, maar ook de rest van CARICOM kan kijken. En dat we toch wel kijken naar het stukje plant local, eat local. Plant what you grow and eat what you plant. Dat was de wrap-up voor wat Suriname heeft gedaan, onder andere tijdens CARICOM Forum, maar ook tijdens de daaraan gekoppelde expo. Binnen afzienbare tijd volgt er een persconferentie waarbij de president en de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook de minister van LVV, verder uit de doeken zullen doen wat de tastbare stappen zijn die zijn gezet. Rest mij u te vertellen dat op het moment van deze opname er een speciale meeting wordt gehouden. Die is in caucus, dus daarvan kunnen wij u jammer genoeg geen inhoudelijk verslag geven. Maar het gaat erom dat er gesproken wordt over Haiti en de situatie in Haiti en hoe de andere CARICOM-lidlanden een helpende hand gaan verlenen om ervoor te zorgen dat ook deze natie weer met beide benen op de grond terechtkomt. Focus op de stand van zaken.